Hallo, ik ben Ineke Arends, kunsthandelaar in Bergen. We kijken naar een schilderij van Ans Wortel. Ans Wortel die kennen wij hier in Bergen heel goed, want ze woonde voorheen in het huis waar nu Museum Kranenburg is. Er staat een titel onder: Vrouwen wachtend hun stad in de ruimte, uit 1963. Dit is een mooi voorbeeld van een surrealistisch landschap, gecreëerd door de kunstenaar zelf. Ans heeft hier een centraal perspectief genomen. Dit is het centrale punt. Als je denkbeeldige lijnen volgt, dan kom je altijd daaruit. Tevens de kleur blauw van de lucht geeft ook nog eens de diepte in het schilderij weer. Nou, ik heb Ans heel goed gekend. Ik kwam vaak bij haar, dan ging ik gewoon op de grond zitten. Dan kreeg ik een fles wijn en een pak sigaretten. En dan kon ik de hele dag mee door, zei ze. En dan pakte ze de vergiet met een kwast en de verf ging ze spatten. Ik vond dat ze een prachtig proces om mee te maken iedere keer.